Diverse bedrijven hebben in verband met het COVID-19-virus voorzorgsmaatregelen getroffen. Het telecommunicatiebedrijf Telesuur heeft op al haar locaties maatregelen getroffen om zowel haar medewerkers als haar klanten te beschermen. Patrick Tempico, waarnemend manager branch Zonnebloemstraat, zegt dat er maatregelen zijn getroffen om niet al te veel klanten in de shop te hebben. Voor zij die moeten wachten is er opvang geregeld, zegt Tempico. Hij geeft verder aan dat zowel in de shop als in de wachtruimte er rekening gehouden wordt met een afstand van maximaal 2 meter. De waarnemend manager legt verder uit wat de andere maatregelen zijn. We hebben geprobeerd om stoelen te regelen voor de mensen die speciaal naar de kassa moeten. En daarnaast degene die gewoon naar de verkoopbalie moeten. Dat hebben we gedaan. Als ze richting binnen worden opgeroepen, dan is het de bedoeling dat ze even stoppen voor een stop. En daar worden die handen gedesinfecteerd. En vervolgens worden ze begeleid door die veiligheidsmannen richting kassa of zo niet naar de verkoopbalie toe. Tegelijkertijd hebben die cashiers, als ze een klant moeten helpen met een device, dat ze een handschoen aandoen en zo gauw de klant geassisteerd is geworden, die handschoenen wegdoen. Hetzelfde geldt voor die baliewerkers, die salespersonen. En op de meeste bureaus, op alle bureaus denk ik, Lilian, hebben we zo een flesje gezet met alcohol en sanitizer. Die wordt regelmatig aangevoerd, moet ik aangeven, door het management van Telesuur. Dat die verschillende filialen aangevuld worden. We kregen bezoek van de afdeling CARE. Dat is het medisch team van Telesuur. Die de verschillende filialen bezoeken. Ook vanmorgen waren ze ook hier. Om zeg maar de veranderingen, day-to-day veranderingen met ons te bespreken. En ook een soort controle te houden als we ons inderdaad houden aan de regels die allemaal op ons afkomen. Verder zegt Tempico dat er ook mondspoeling voor de medewerkers aanwezig is, zodat zij om een bepaalde tijd kunnen gorgelen. Daarnaast wordt er ook op toegezien dat zij constant de handen wassen. Voorraad van elke branche wordt volgens hem op tijd aangevuld. Klanten die binnen mogen zijn op 5. Kijk, daar brengt een collega nu sanitizer en alcohol voor het bestrijden. Het wordt aangevoerd, heel toevallig, gelukkig ook dat dit in beeld mag. Ja, er mogen 5 klanten tegelijk naar binnen komen. En die worden binnen ook begeleid door de veiligheidsmensen. Ik moet zeggen dat, hoewel alles in 1 keer op ons afkwam, alle collega's, klanten, die veiligheidsmensen, ik durf te zeggen dat ieders nu zijn inrichting is. Ja, het is nieuw. Anderen, het is moeilijk. Sommigen willen niet zitten. Maar dan proberen we inventief bezig te zijn met hun. Degenen die niet op die stoelen willen zitten, we vragen ze beleefd daarnaast die stoel te staan. Zodat we een zekere mate van wie volgt, weet je, kunnen een overzicht daarover hebben. Wie volgt, want klanten willen alles behalve dat je ze overslaat. Patrick Tempico, waarnemend manager Brent Zonnebloemstraat. Wij spraken hem vanmiddag over de voorzorgsmaatregelen die Telesuur in verband met het COVID-19-virus heeft doorgevoerd. Tempico benadrukt dat er zoveel als mogelijk geprobeerd wordt klanten en medewerkers op afstand van elkaar te houden.